Als voorbereiding op de avond over Utrecht Veilig hebben wij mensen op straat gevraagd wat zij onder asociaal gedrag verstaan. We willen graag weten wat mensen in de wijk verstaan onder asociaal gedrag. Hoe ervaart u asociaal gedrag? Dat geschreeuw op straat en schelden en winkelwagentjes overal neerzetten. Dat vind ik behoorlijk asociaal. Ik woon boven het winkelcentrum en mijn huis zweeft. En daaronder staan veel jeugd s'avonds te roken en te schreeuwen en te drinken. En daar heb ik last van. Wat vind jij asociaal gedrag? Ja, een beetje het straat vervuilen. Zoals? Ja, troep op straat gooien en je weet dat er genoeg prullenbakken op straat liggen. En als je daar geen gebruik van maakt, vind ik dat asociaal. Hoe je met elkaar omgaat. Ik vind dat je elkaar met respect moet behandelen. Doe je dat niet, ja, vind ik dat ook bij asociaal horen. Op de weg vind ik heel asociaal gedrag, soms. Ja, als je afgesneden wordt of zulke dingen, wordt keihard getuterd of vervelend gedrag vertoond, vingers opgestoken. Als mensen zomaar uit het niets elkaar aanvallen. Gaan schelden tegen elkaar. Dingen kapot maken van een ander of stelen. Ja, vooral stelen. Dat vind ik wel heel erg. Ja. Wat zouden ze eraan kunnen doen, de gemeente of de wijk? Nou, de wijkagent zou daar wat alerter op kunnen zijn. Door ze, nou ja, het is wel openbare weg, dus je kan ze niet wegsturen. Maar je kan wel ze kunnen wel blijven aangeven. Bij geluidsoverlast word je verwijderd. En denken aan dat hier mensen wonen. Heeft u er zelf al iets aan gedaan? Ja, ik ben regelmatig naar beneden gegaan. Maar ze kijken aan van nou, bekijk het. Ja, nee, ze gaan gewoon niet weg. Ze zeggen nog wel sorry als ik zeg van ja, maar ik heb last van jullie. Dan zeggen ze wel sorry, maar weggaan doen ze niet. Wat vindt u asociaal gedrag? Dat ze door het winkelcentrum heen fietsen en de mensen zo wat omver fietsen. Dat vind ik asociaal gedrag. En hoe zouden ze dat kunnen voorkomen? Wat zouden ze eraan kunnen doen? Ja, misschien meer bewaking of zo. En zijn er nog meer dingen? Dit is een volksbuurt en dat wordt al gauw asociaal gezien. Ja, wat is er dan zo asociaal aan? Volgens... Als mensen voor de deur zitten of wat dan ook. Dat zien ze als asociaal. Vindt u helemaal niet? Nee, want ik zit zelf ook voor de deur. Ja, wij zijn zo groot gebracht en ik vind het niet asociaal. Wij staan wel altijd klaar voor iedereen. Dat is weer sociaal. Dat is sociaal en dat is niet asociaal. Maar zo wordt het wel gezien. Wat vindt u asociaal gedrag? Een spul op de grond gooien voor iemand anders zijn neus. Schelden naar andere mensen toe. Ik vind je moet gewoon mensen met u aanspreken en niet met jou of jou of... Want zo ben je niet opgevoed, denk ik. Toch? Vroeger kon je het touwtje uit de deur laten. Ja, nou niet meer. Nou niet meer. Nou moet alles goed op slot. Ja. Want voordat je kan nergens je fiets ergens neerzetten op slot. Want ze zijn in staat dat ze je fiets nog meenemen met slot en al. Ja. Dat is wel zo. Nee, het is zo. Het is mij al 3 keer overkomen. Ja. Ja, is het asociaal of is dat een kwestie van veiligheid? Ik vind het asociaal. Ja, asociaal, ja. Want vroeger kon je ook met de buren om en dit en dat, maar dat is tegenwoordig niet meer. Iedereen heeft zijn eigen voordeur, het is hallo en iedereen op zijn eigen. Weet je, het is, wij worden ook ouder. Ik vind, sta voor mensen klaar, zolang je er nog bent, weet je wel. Doe dingen voor mensen. Ga het leuk met elkaar om. Zeg hallo of dag tegen de mensen als je ze tegenkomt. Vooral als je bekende mensen tegenkomt, weet je wel. Loopt ze dan niet gewoon zo voorbij. Dat vind ik gewoon respectloos als je dat doet. Dankjewel. Buurvrouw, wil ik net komen? Buurvrouw. Gaan we nou samen een bakje koffie drinken? Zie je wel eens op straat dat je denkt van nou, dat kun je nou eigenlijk niet maken. Dat kan niet. Ja, heel erg vaak. Zoals? Nou, ik liep een keer ergens en toen zat een meisje ergens te fietsen. En toen waren er 2 jongens en die fietsten elkaar tegenaan uit het niets. Gewoon zomaar? Express, ja. Was dat om te pesten? Of... Ik heb geen idee, maar... Het was wel asociaal. Ja. Kun je mij vertellen wat jij asociaal gedrag vindt? Nou, dat mensen brutaal zijn met de ene lastigvallen. En dat mensen met de rollators hier keihard gaan rijden en scooters en allemaal dat soort dingen. Heel veel studenten komen 1 keer in de zoveel tijd lekker met een kleedje hier neerleggen en gezellig met elkaar omgaan. En dan drinken ze vaak wijn of een blootje. Nou ja, dat gaat hier allemaal zo rondom in het park. Dus. Dat vind je niet asociaal? Als je hier maar rustig houdt. Wat bedoel je met rustig? Nou, gewoon geen mensen lastigvallen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, dat vind ik wel het belangrijkste, want sommige mensen die vallen dan mensen lastig als ze wat op hebben. Maar ik ben niet zo.
Ik drink gewoon rustig mijn biertje, geniet van de zon, geniet van de natuur en ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Het is niet illegaal om te gaan roken buiten. Over drugs dan wel weer. Als je het buiten doet, hou er dan rekening mee waar je het doet, weet je. Blijf uit de buurt van kinderen en ga geen overlast veroorzaken bij mensen voor de deur. En zoek een afgelegen plekje of wat dan ook en weet je, rook daar je ding op. Zolang mensen je maar niet zien en, weet je, en de kinderen er maar geen last van hebben. En ruim je rotzooi op. Inderdaad, dat sowieso. Wat vindt u asociaal gedrag? Asociaal gedrag in deze straat is wat ze veel staat rijden. En daar komen geregeld ongelukken voor. Wat vindt u asociaal gedrag? Dat mensen fietsen op de stoep en fietsen in het winkelcentrum. En of hard rijden met zo'n scootmobiel door het winkelcentrum heen. Dat je onderhand ondersteboven gehaald wordt. Als men gewoon als bewoner elkaar gewoon voorbij loopt zonder wat te zeggen. Dus zonder contact. Wat zou je sociaal vinden? Sociaal? Elkaar helpen. Voor elkaar zijn. Je hoort heel vaak dat er in de buurt te veel problemen zijn. Weet je, probeert met elkaar op te lossen en zoek het niet altijd negatief op. Ik vind dat niet bij het asociale kant horen. Ja, meestal zijn mensen geneigd om ergens anders hun probleem op te lossen of alleen naar elkaar toe te gaan als, voor negatieve dingen. Maar ja, ik vind dat je ook bij elkaar moet zijn voor positieve dingen. Elkaar helpen met dingen en vooral in deze tijd, een beetje moeilijke tijd, vind ik dat je bij elkaar de steun moet zoeken. Beetje vriendelijk tegen elkaar zijn? Ja, sowieso. Ja.